was je begonnen met het schrijven van gedichten? Of had je een verhaal en romans? Of wat heeft de voorkeur? Heb je een voorkeur? Ja, voorkeur zou ik niet willen zeggen, maar gedichten zijn er altijd. En, hoe oud was je met je eerste gedicht? Ja, vrij laat was het. 23? Ja, inderdaad vrij laat. En las je toen nog wel veel gedichten? Nee, niet heel veel. Nee. Had je wel... Ik ben daar toen ineens geïnteresseerd. Ik heb altijd heel veel gelezen. Maar op school, dat is ook waar ik wel geleerd heb, heb ik natuurlijk weinig poëzie gehad. En ineens geïnteresseerd toen. Dat ben ik letterlijk begonnen met een paar bloemlezingen te kopen. Die heb ik helemaal gelezen. En toen dacht je dat kan ik dat blijven doen. Nee, dat dacht ik niet. Nee. Maar had je voorkeur, had je voorliefdes? Had je dichters, Nederlandse dichters die je bewonderde? Ja, dat moest je toen gaan uitzoeken, dat verandert dan in het begin natuurlijk heel snel. Ongelooflijk met Hans Andreas erin, ik vond het heel goed. Ik vind het trouwens bij Vlagen nog wel heel goed. Dus die herlees je ook wel? Ja. En als er staat veel zwak werk tussen. Ja. De beste gedichten zijn ook wel nog steeds erg goed. Ja. En levende dichters? En wie is je held? Een held? Ja. Wie is je dichtende held? Ik denk dat een Pessoa komt dan meestal op. Dat heb ik altijd veel gelezen. Ik kan me nog herinneren dat ik dat voor het eerst in handen kreeg. Dat was het wel van ondersteboven. Ja. Dat kan me voorstellen. Dat is ook een fenomeen. Pessoa, een Portugese dichter, voor wie het niet weet, was vooral bekend door de vele heteroniemen die hij hanteerde. Vele persoonlijkheden die hij als dichter innam, hè, eigenlijk. Ja, ja. Maar van de levende dichters, de Utrechtse, de Nederlandse dichters, nu? Dat 2 jaar geleden had ik Kees Ouwens gezegd, maar die leeft niet meer. Helaas. Helaas. De Groen Wijnberg vind ik erg goed. Ja. Onlangs een nieuwe bundel van Wouter Godijn gelezen, die ik echt heel erg goed vond. Maar één bundel ben ik meteen een held, maar dit was wel echt goed. En voel je ook met hen verwant, of zijn dat weer andere dichters met wie je verwant voelt? Ja, dat voel ik allemaal op een of andere manier wel mee verwant, geloof ik. Ja. Dat is ook wel Ter Balk, moet ik nog noemen, trouwens. Dat is wel een van de grote dichters, denk ik. Ja, dat is een groot dichter. Je bent ook vrij laat gedebuteerd, geloof ik. De poëzie, je was hoe oud was je? 30. Ja. En toen deed de Brinkprijs. En je zei net boven toen we even praten, dat die Brinkprijs een goede stap is geweest. Want ja. De Brinkprijs wordt kennelijk serieus genomen door poëzieminnend publiek. Ja, dat merkte ik toen, dat het wel belangrijk was, dat had ik geen idee van. Maar wat is er toen gebeurd toen je die prijs had gewonnen? Ja, veel aan. Een half jaar later kwam mijn eerste roman uit. Dat was al lang afgesproken. Die werd ineens zelfs een maand eerder uit, omdat er zoveel aanvragen van de pers waren. En toen hadden ze dat boek nog helemaal niet gelezen. Dus dat was niet omdat ze het zo goed vonden. Het was gewoon nieuwsgierigheid. Dat helpt dus. En je weet zeker dat je tweede bundel gelezen wordt natuurlijk, als je met de eerste de Buddingprijs hebt gewonnen. Je staat meteen op de literaire kaart. Ja, het valt meteen mee. Ja, dan gaan ze kijken of je met de tweede bundel de belofte inlost. Hè? Ja. En wat zei de pers? Ja, dat doet hij. Je werd heel lovend gesproken, twee punten. Ja. Ja. Zullen we naar de poëzie gaan kijken? Eerst maar eens een eerste gedicht lezen. Alsof er iets gebeurt. Uit 2000 hebben meubel nog verschenen toen nog. Van dit uur naar het volgende. Ja. Van dit uur naar het volgende de weg te vinden. Samen staan wij daarvoor nu. We zwaaien breed uit de armen, wijzen, knikken, wrijven peinzend met duim en wijsvinger de kin. Aan de einde dreigt het. Maar er is nog tijd. Om te handelen is weinig nodig, vergetelheid slechts en doorzettingsvermogen. Iets beters, tenslotte, is er niet te doen. Niets troost, behalve dat niets troost. Van wegwijzers de weifelende volgelingen, schuifelen wij dwaas de desondanks vorderende dag door. Wij dragen gewaden die tot de grond reiken. Wat ons voortbeweegt, blijft duister.
Dit is van lang geleden. Ja. Weet je nog wanneer je het schreef? Nee. Dat weet ik echt niet meer. Die eerste bundel, dat is misschien wel typisch voor eerste bundels, is natuurlijk over een periode van vele jaren. Ja. Tot stand. Het is eigenlijk gewoon een verzameling van de beste gedichten uit de 5, 6 jaar daarvoor. Van deze weet ik het niet. Weet ik het niet meer. Heb je die selectie voor als er iets gebeurt zelf gemaakt? Of heb je die in samenspraak met Meubelhof samengesteld? Uiteindelijk wel samen met mijn redacteur. Ik heb hem geloof ik iets van 60, 70 gedichten gestuurd. Ik heb ook nog eens een jaar later dan gepland die bundel. Toen had ik weer nieuwe gedichten die erbij moesten. Eigenlijk hebben we er gewoon een stuk of 20 geschrapt. Ja. En vervolgens een logische volgorde proberen samen te stellen. Nou, het is mij opgevallen als het over jouw bundels gaat, dat ze eigenlijk meer dikker zijn dan de gemiddelde bundel. De gemiddelde bundel telt 48, 42 of 48 bladzijden. Terwijl jouw bundels eigenlijk allemaal wel kloek zouden 60 bladzijden halen. Ja. Dat viel mij op. Maar de laatste tijd volgens mij wel iets gebruikelijker om ze wat dikker te maken. Is dat zo? Ja, dat idee eigenlijk. Hey, wat me opviel, de titel van dit gedicht, en dat geldt een beetje voor bijna alle titels in jouw dichtbundels, die zijn ontleend aan de eerste regel. Je lijkt niet zo heel veel werk te maken van de titel, als ik nee. heel eerlijk moet zijn. Nou, maar dat is ook, in feite is het dan titeloos, wat mij betreft. Ja. Dus ook, ik vind vaak dat je iets weggeeft als je, een titel kan heel vaak de uitleg bij het gedicht zijn, per ongeluk of expres. Of je geeft alvast een mooie regel aan het eind weg. En probeer daar voorzichtig mee te zijn. Het is eigenlijk meer praktisch. Je leest wel eens gedichtbundels, met lange gedichten vooral, dan weet je niet of het gedicht op de volgende bladzijde er nog bij hoort. Ja, dat klopt. Het ja, is wel titeloos ook. Ja. Dus ik heb me voorgenomen, ik geef ze altijd een titel. Dan is het in ieder geval duidelijk. Ja, dan weet je waar het begint en waar het eindigt. Ja, eindigt misschien niet. Van dit uur naar het volgende de weg te vinden, samen staan wij daarvoor nu. Samen. En wij. Heel opvallend in jouw gedichten vind ik het persoonlijk voornaamwoord wij. Ja. Je hebt het heel vaak over wij. Wie zijn die wij nu bijvoorbeeld in dit gedicht? Is dat een algemeen wij of een... Dat aan het eind wordt het in ieder geval algemeen wij. Wat ons voortbeweegt blijft duister. Dat is voor ons als de mensheid. Ja, ik denk het wel. Dat weet ik ook dat dat van belang was. Op dat wij. Die gedichten werden goed toen ik van ik op wij overstapte. Weet ik wel. Die gedichten werden goed? Ja. Toen je van ik op wij overstapte? Ja, dat scheelt. Ja. Ja. Dat heb je dan gemeen met iemand als Kouwenaar die alleen nog maar men heeft. Ja, wat je soms ook gebruikt. Ja, je gebruikt het men. Ja, dat mag eigenlijk niet meer sinds komen. Nee. Het is erg Kouwenariaans, ja. Ja, men is een mooi woord. Maar dat... dat is niet de mensheid. Het kan... Samen staan wij daarvoor nu. Dat is een groep mensen waartoe de ik behoort. Ik denk dat dat ongeveer... Dit is geen, vaak is het ik en een geliefde in de bundel. In dit geval is het... het kan zelfs zoiets als ik betekenen. Iemand als ik. Een stel iemanden als ik. Ja. En dan... krijg je die dreigende regel. Aan de einder dreigt het. Ja, dat is een bijna een bundeltitel geworden. Is het al? Ja. Dat is wel heel omineus. Maar wat dreigt er precies? Ja, iets onbestemds. Het staat wel het. Ja. Het dreigt, het regent. Ja. Maar gelukkig volgt daar de hoopgevende regel wel op. Maar er is nog tijd. Ja. Het is de samenvatting van een heel leven. Vergetelheid en doorzettingsvermogen. Eigenlijk is het de samenvatting van hoe men moet leven. Ja. Met vergetelheid en doorzettingsvermogen. En de troost, dat niets troost behalve... Dus die regel, dat niets troost behalve dat niets troost. Dat vond ik een hele mooie regel trouwens. Ja.
Ja, nee, dat vind ik ook wel. Het is, als je het mooi opschrijft dat alles ellendig is, dan ben je er eventjes mee verzoend. Ja, van dit uur naar het volgende. Je komt per uur het leven door, de dag door, de week door, de maand door. En niets troost behalve dat niets troost. Ja. Je had naar dit gedicht kunnen ophouden met het schrijven van gedichten. Ik had je kan altijd ophouden met het gedicht. Maar een duister perspectief. Ja, erg somber. Ik vind het een heel somber gedicht, want de derde strofe gaat dan verder. Van wegwijzers de weifelende volgelingen. Dus die wegwijzers geven de richting aan en die worden dan gevolgd, maar met aarzeling, weifeling. Dat wordt al uitgedrukt in dat schuifelen. Hè? Dat is niet manmoedig voorstappen, maar voorzichtig schuifelen. En dan ook nog eens dwaas. Waarom dwaas? Nou ja, omdat je die wegwijzers volgt zonder goede reden eigenlijk. Alleen maar omdat ze zijn. Als een blind schaap. Ja. Wat zijn die wegwijzers? Nou ja, dat is in het algemeen de vraag waarom doe je iets überhaupt. Dat is, ik heb vaak het gevoel, ik ben wel zeker dat je het zelfs helemaal niet weet. Natuurlijk wel wat, gedeeltelijk loop je achter anderen aan, gedeeltelijk doe je dingen onbewust en je neemt eigenlijk maar heel zelden een echte beslissing. Ja. En uiteindelijk zijn er maar heel weinigen die zelf richting geven. De meeste mensen volgen alleen maar. Ja, ik denk dat iedereen volgt. Eigenlijk, al is het je eigen ingeving, je eigen gedachten. Maar wil je dat wij dan een langzaam voortschuifelende kunnen zijn die toch ergens achteraan moet lopen? Of de individuen lopen in een kudde? Ja, maar dat er alternatieve zienswijzen zou zijn dat we ergens naartoe gaan naar een doel en dat we dat helemaal voor ogen hebben, ja, dat is gewoon niet waar. Is het niet? Dat maakt het geven. Dat geeft niet alleen. Je zegt, dat komt aan. Ja. Dit geeft jou, dit gedicht ook. Dat heb ik natuurlijk niet van mezelf. Iets existentialistisch. Dus dat niks zin heeft. Men twijfelt. Men neemt geen beslissingen. Men aarzelt. Men twijfelt. Men begeeft zich per uur door de dag. En van niets. Van iets komt niets, er komt niets van terecht. Het is nog niet eens kommer en kwel. Maar vergetelheid slechts een doorzettingsvermogen, dat moet je wel hebben om door het leven te stappen. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk het doorzettingsvermogen en dat er toch nog wel ergens door voortbewogen worden. Ja. Dat zit daar nog wel in. Het is niet allemaal ellendig. Die vergetelheid komt vanzelf, dus dat is ook niet erg. Het is wel doorzettingsvermogen. Nee, maar waar dat helemaal niet zo erg is namelijk, al dat als verweten, al dat zinloze en uitzichtloze. Nee, ik verwijt je niks hoor. Het gebeurt wel eens. Maar je kunt er wel monter bij blijven, bedoel je? Ja, het lijkt me niet erg. Als het leven zin had, was het veel erger geweest. Kon je nog mislukken ook. Ja, dat zeg je altijd. Ik weet wel wat de bedoeling was, maar het is niet gelukt. Nu kun je gewoon goed vaststellen dat het allemaal wel onzin is en dan vervolgens proberen we het zo goed mogelijk te hebben. Laten we kijken of de toon in je gedichten van je De ene laatste regel. Wij dragen gewaden die tot de grond reiken. Dat deed mij heel bijbels aan. Heeft het ook die bedoeling? Nee. De toon misschien net, het gaat me wel om het om een beeld te geven voor dat we niet weten wat ons voortbeweegt. En letterlijk vertaald is dat gewoon dat je je benen niet kunt zien. Maar omdat, dat soort, die toon die had ik, die komt ongetwijfeld van dat soort. Ik heb een tijd heel veel de Bijbel gelezen. Dat gaat ik ongeluk zo voor beïnvloeden hoor. Ik denk niet, ik ga niet. Een bijbelse toon aanslaan.
Nee, maar die Bijbel had je toen al behoorlijk verwerkt, toen je dit gedicht schreef. Toen had je al veel die Bijbel gelezen en ik ben op een gegeven moment de Bijbel gewoon van begin tot eind gaan lezen, omdat ik dat interessant vond. Ja. Het kan best zijn dat het moet rond die tijd zijn geweest, dat kan best zijn. Ja, toen met name dat beïnvloed je natuurlijk. Ja, dus, je bent niet met de Bijbel opgevoed, begrijp ik. Nee. Nou, dat scheelt weer een heleboel. hoewel je het dan weer later in je eigen moet maken, maar... ja, wat als voorbeweeg blijft duister. Dit onderstreept nog weer eens de somberheid en de donkerte van dit gedicht. Maar tegelijkertijd zit er ook wel lichte of bijna montere toetsen in, zoals die regel. Iets beters tenslotte is er niet te doen. Dan word ik nog wel redelijk voorbewogen. Ja. Stilstaan. Ja. Goed, we bewegen voort naar het volgende uur. Eveneens afkomstig uit de debuutbundel alsof er iets gebeurt. Niet gestoord willende worden. Slechts gestoord door het niet gestoord willen worden. Zachtjes zingend om het ruisen van de stilte niet te horen. De ogen neergeslagen om het licht niet te zien spelen. Handen wrijvend zit ik in zalig niets en wacht ik op wat komen zal. Want het kan nu. Als het ooit kan, kan het nu. Zijdelings slechts raken de vogels aan de stilte. Als regen van regenkleding valt de wind van mij af. Warm is het nauwelijks. Ongelooflijk langzaam naderen honger, dorst en vermoeidheid. Helemaal niets is hier, niets. Slechts te wachten hoef ik op onvermijdelijk geluk. Dat is bijvoorbeeld heel erg persoonlijk, die eerste twee regels. Zie ik niet. En dan vertaald door August Duurzen. Ja, wat ik eerst lees ik met. Dit is een ik-gedicht. Hè. Hier heb je het over een ik. Handen wrijvend zit ik in zalig niets. In dolce far niente. Het valt mij op dat je in je gedichten heel veel het woord niets bezigt. En ook het woord niet komt ook vrij regelmatig voor. Ik heb in dit gedicht... Het is later dan minder geworden, geloof ik. Ik heb in dit gedicht 8 keer niet en niets geturfd. In 1 regel, 2 keer niets. De ene laatste regel. Helemaal niets is hier. Niets. En het is... Dat is ook in dit geval een poging om het cliché niets weer even... wat ik later met die encyclopedie van de grote woorden heb proberen te doen. Misschien met niets, met een uitroepteken ook nog. Kijk nou eens goed naar dat woord. Het betekent wel degelijk iets. Dat is eigenlijk ongeveer de bedoeling. Wat meer dan een poëtisch cliché te laten zijn. Mm-hmm. Van lukt is weer wat anders, maar dat wil ik hier geloof ik wel niets letterlijk nemen, het woord niets. Je zou kunnen zeggen dat de dichter in dit gedicht streef naar het stilzetten van alles, naar stilzetten, naar stilstand. Waarna er dan iets kan gebeuren. En waar dat streven naar die stilstand? Vanuit de behoefte naar een gebeurtenis dan? Nou, in dit geval wel, ja. Het wachten op onvermijdelijk geluk. En dat vind ik heel erg geestig, dat onvermijdelijk. Ja. Onvermijdelijk geluk, alsof... Alsof het je komt aanwaaien, hè? Alsof het voor het grijpen ligt. Terwijl het niet te ontwijken is. Terwijl niet te ontwijken is. Ja, alles stil, alles is goed, alles is, dreigt niks meer. Nou, moet er nu wel iets moois komen, dat is dan, Maar had er niet net zo goed kunnen staan, slechts te wachten hoef ik op onvermijdelijk ongeluk? Ja, dat is zo. Het betekent eigenlijk ongeveer hetzelfde wat mij betreft, als je dat neerzet. Mm-hmm. Alleen ligt er wel even voor de hand. Dus, daar zou ik niet van opkijken als ik dat las. Nee. Volgens mij zeg je al. Dat is trouwens heel vaak als je het tegendeel opschrijft dat je precies hetzelfde zegt.
er moet wel iets komen, dat is eigenlijk alles wat er staat. Maar van iets dan af of je op geluk of ongeluk zit te wachten. Ja, maar dat helemaal, dat is bijna een boeddhistisch aandoend niet, hè? Of zou je dat niet zo willen duiden? Duiden zoals je wil? Ja. Ja. En ik vind het ook heel geestig, die regel, handen wrijvend zit ik in zalig niets. Nou, van dit gedicht weet ik nog wel wanneer ik het schreef, maar... Vertel. De datum ben ik niet bij, maar het was op vakantie in Italië, zat ik. In Dolce Far Niente. En ik weet dat ik het was heel rustig en ik zat daar... Dat is eigenlijk de situatie. Ik zat klaar om te schrijven en ik dacht, het gaat vandaag ook wel lukken. Dat voelde me goed. Dat is eigenlijk wat ik... De letterlijke situatie. Maar niet dat je dat nu meteen uit dat gedicht zou moeten halen. Die situatie heb ik veralgemeniseerd, denk ik. Over het schrijven van gedichten. Nu zeg je, je zat toen in Italië, was met vakantie. Kennelijk, nou ja, ik kan me iets voorstellen bij Italiaans, als je in Toscane zat, dan kan ik het landschap er wel bij bedenken. En dan komt zo'n gedicht dan ineens bij je op, of je hebt een aantekenboekje bij waarin je regels opschrijft, of gedachten, of een situatie, of je legt het landschap vast. Of hoe ik had wel een aantekenboekje. In dit geval ging ik gewoon zitten, geloof ik. Het was heel rustig. En, ja. Maar ja, soms heb je dat idee van, nu gaat het goed. Het gaat wel ik wil niet goed. Zeggen dat dat ook gebeurt, hoor. Van hoe kun je dat eens hebben? Heb je dit gedicht opgeschreven en is het zo gebleven? Of heb je er later nog aan veranderd? Dat weet ik niet goed. Ik denk altijd dat ik er bijna niks meer aan verander. Maar ik heb onlangs was ik in Baren, in Kasteel Groeneveld, een maand writer in residence. En bij wijze van experiment heb ik toen de gedichten die ik daar schreef, heb ik op een weblog bijgehouden. Toen was het allereerste begin, inclusief invallen en mislukte versies. En het blijkt dus dat ik veel meer verander en aanpas dan ik zelf denk. Dat weet je niet meer sinds de computer, volgens mij. Ja. Ik zie altijd versie, denk ik, dat is voor 99% dezelfde als die ik als eerste opschrijf. Maar intussen twijfel ik daar aan. Als er iets sluit dat vergetelheid en doorzettingsvermogen is, de computer wel. Ja. Maar, maar dat is wel heel leuk dat je dat kon doen. Dat je dat vastlegde. Ja, dat was achteraf was dat een heel goed idee. Ja. Dat was, ik vond het wel, ik vond het zelf ook interessant geblieft. Ja, maar het gebeurt ook wel dat het gedicht in één keer komt en dan ook meteen goed is? Ja, dat komt ook wel eens voor. Ja. Je denkt, dichters, dat zijn altijd ploeterende mensen die met een vulpen en een wit vel papier. Ja, de eerste versie staat er altijd in 10 minuten, een kwartier. Ja. En daarna wekenlang of maandenlang kijk ik er af en toe naar en dan verander ik een bom of een woord of soms een heel stuk. Meestal schrap ik een heel stuk. En dat kan toch aardig optellen, heb ik gemerkt uiteindelijk. Ja. Ik vroeg het je boven al, maar heb je een meelezer? Iemand die je raadpleegt met je bij je poëzie? Nee. Je doet het helemaal zelf. Ik laat nooit iemand die beslist dat het helemaal af is. Nee. Nee. Ja, redacteur uiteindelijk. Ja, dat is de eerste persoon die het leest. Die het leest. Ja. Ja. Maar je zei, ik laat nooit iemand lezen wat nog niet helemaal af is. Vind je dat pijnlijk op een bepaalde manier? Of wat is het gevoel? Nou, ik heb hetzelfde zo, als ik vertel wat ik ga schrijven, wat ik ga doen, dan doe ik het vervolgens niet meer. Dus als ik het doe dat het lezen, is het ook af voor mijn. Dan heb ik er heel veel moeite mee om er nog iets aan te doen. Dan is het weg. Dan heb je het aan de wereld gegeven. Ja, dan moet ik mezelf echt dwingen om dan nog iets te doen. Dan komt er natuurlijk van de directeur wel aanmerkingen terug, die soms ook wel terecht zijn. Dan moet ik er nog mee aan het werk. Dat vind ik dan erg moeilijk. Ja. Ik ben het al helemaal kwijt. Ik ben nog met iets volgens bezig. Ja, als je kijkt naar jouw staat van dienst, dan ik heb zo'n 12, 13 titels opgeschreven vanaf 2000. Dat vind ik een tamelijk hoge productie. Nee, daar zeg je wel boven met een brede grijns. Ja, maar ik heb er één sinds 2005 eigenlijk. En zij zoiets zei je. Maar het is dat gaat. Dat is heel veel poëzie en tussendoor ook nog romans. Ben je erbij dan? Iemand, hè? Wat
Je bent dichter en proza schrijver, romancier. Ja. Wanneer ben je begonnen met het schrijven van proza? Ja, ik geloof dat je zei dat je begon met een bundel, hè? Volgens mij gaat het weer. Ja, het eerste wat ik ooit schreef was een verhaal, dat weet ik nog wel. Gepubliceerd? Nee, het wordt gepubliceerd. Dat ligt nog daarna, of op een bestand in de computer. Ja, misschien is het nog ergens, maar het zal ongetwijfeld niet goed zijn. Denk ik. Heb je er nooit opnieuw naar gekeken? Dat was heel lang niet meer in ieder geval. Nee, het begin ik begon dus heel laat, omdat je... wel eerst toch al die troep schrijven die normale mensen op een 16e, 17e afscheiden. Ja. Dat kwam er al in een iets versneld tempo. Maar in het begin, ja, het is wel degelijk ook weer oefening natuurlijk. Ik kan niet ineens voor het eerst van je leven gaan zitten schrijven en met iets geweldigs komen. Ja. Dat lijkt me sterk. Ja, je bent gedebuteerd met de vuistslag in 2001. Ja. En dat was al bij Cossé. Nee, dat was toch Meulon. Bij Meulon nog, ja. De eerste roman verscheen bij Meulon. Ja. En je bent toen overgestapt naar Cossé, waarom was dat? Ja, iedereen ging weg bij Meulon. Ja, nou ja. Nee, maar redacteur ging weg. Gewoon, dat was het. Ja, ja. Ik begon een nieuwe uitgeverij, namelijk Cossé. En Meulon was zo'n grote uitgeverij, en ik ken ook verder helemaal niemand daar. En we hadden heel goed samenwerken. Dus ja. Ik had eigenlijk niet over hoeven nadenken en vroeg of het meeging. En toen heb ik dat gedaan. Ja. Het is wel. De concerten zijn een kleine uitgever, dus dat werkt heel anders. Ja, je krijgt meer aandacht? Ik vind het veel beter, ja. Ik heb ook iedereen, dus ik voel me veel meer mee verbonden. Ja. Ik ken echt niemand bij mij lopen over een redacteur. Ik heb wel mensen zelf een hand gegeven, maar dat is het dan ook. Ja. Zullen we naar het volgende gedicht gaan? Dat is een titelgedicht uit de debuutbundel. Alsof er iets gebeurt. Alsof er iets gebeurt, hapering, stilvallen. Alle uren zijn van traagheid. Onder de dekmantel van de beweging, stilstand. Zien we ooit iets dat we niet al eerder zagen? Hoe lang geleden al, en toen al, stonden om ons heen te glimlachen de ouden, die wel beter wisten. Zij hadden gelijk. Hoe ver hebben wij moeten komen? Want niets is vermoeider dan nieuws, behalve misschien wij, die toch hierin het bijzondere als glas in zand willen zien flonkeren. Die blijven zoeken, vlak erlangs kijkend, omdat de stilstand geen beschouwing verdraagt. Dan trekt zich hortend op gang weer de tijd. Niets bijzonders, niets bijzonders. En daden, zalf op de verbeelde wonden, ritmisch de handelingen neer die ons hier doorslaan. Ja, hier ook weer woorden als traagheid, stilstand. Die vind ik niet zo goed gedicht. Vind jij niet zo goed gedicht? Nee. Waarom niet? Helemaal uit. Ik vind het te lang en een beetje slap daardoor. Er staan wel goede regels in, maar ik weet nog dat ik dit er ook niet in mag zetten. En van wie moest het doen? Van de redacteur? Nee, dat beslis ik wel zelf. Hmm. Maar waarom is het toch ingekomen dan? Omdat het titelgedicht is. Ja. ik dacht nog, hij stelde die andere titel voor die we net hadden. Ja, aan het einde erbij. Ja, mooi, dat gaat hij eruit. Dat weet ik nog. Hmm. Maar uiteindelijk zijn er toch, er zijn natuurlijk wel goede regels in, dat vond ik toen ook al, dus uiteindelijk heb ik hem er toch in laten staan. Ik zou het niet pas weten, omdat ik toen niet, toen twijfels bij had. Met welke regels ben je blij? Ik vind de laatste strofe vind ik goed. Ja. Ja. En die derde moet eruit. De derde strofe. Als uitleg. Dus uitleg. Ja. Mm. Ja, het is. Ja. Waarom herhaal je nou dat niets bijzonders in die laatste strofe?
het ritme, hè, een soort trein die weer op gang komt. Daar was ik dus wel tevreden mee. Ja. Dat die, de tijd trekt zich weer op gang. Zoals omdat het trein, iets bijzonders, wordt iets bijzonders. Iets bijzonders. Ja. Ja. Ja, en bij die regel, want niets is vermoeider. Het formaatje van want niets is vermoeider tot en met de derde stroof. Als je dat eruit haalt, dan is het dan veel beter geregeld. Ja, maar je bedoelt dat het dan ook raadselachtiger wordt? Daardoor? Dan moet je weglaten hoe raadselachtig het wordt. Ja, het kan ook te raadselachtig worden natuurlijk. Ja. Ik heb het gevoel dat ik daar uitleg wat ik bedoel. Dat moet je niet... Ja, je mag wel laten zien wat je bedoelt. Je moet niet onbegrijpelijk proberen te zijn. Maar het is eigenlijk wel een beetje een statement misschien. Hoe lang geleden al en toen al stonden om ons heen te glimlachen de ouden die wat beter wisten. Dat is de beste regel, denk ik. Wie zijn die ouden? Nou, de klassieken. Nee, gewoon de mensen om je heen die het allemaal al een keer meegemaakt hebben. En, dat is nog niet zo bijzonder. Oh, dus die ouders met hun kinderen doen eigenlijk. Oh, dus ik dacht aan ook de ouden, wat je dan meestal met de hoofdletter schrijft, uit de oudheid. Hè? Maar je bedoelt ook gewoon de ouden van dagen. Nou, gewoon als je een kind, denk je dan aan enthousiasme over iets is voor het eerst ziet, dan is er altijd iemand die zegt, dat heb ik al lang gezien. Dat is zo vaak gebeurd. Dat effect eigenlijk. Maar er staat het is wel schattig dat je daar zo enthousiast over bent, maar ja, zo bijzonder is het niet hoor. Nou, nog hier het bijzondere als glas in zand willen zien vlokken, vind ik ook een erg mooie regel. Die blijven zoeken, vlakken langs kijken, tegen de ouden in. Hè. We willen het glas in zand zien vlokken. Ja, maar wat ik dan tegenwoordig zou doen, is dit eruit halen, dan bewaar ik die regels wel, als ik ze goed vind. Alleen moeten ze hier weg. Dat is een vorm van streng zijn die je moet leren, volgens mij. Iets voor de volgende druk? Ga je de volgende druk eigenlijk nooit? Je verandert nooit in Nee, eigenlijk niet. Nieuwe druk? Nee. Dat is hetzelfde effect, dat is af. En wanneer weet je dat het gedicht af is, dan, want als je het weglegt of dan, als je er later naar kijkt, dan dat je dan denkt, er moet nog iets bij of er moet nog iets weg. Dat is op een manier altijd duidelijk. En het is af en dan... Dat effect komt ook als het gedicht niet goed is, als het brengt is het af. Als je dan nog door gaat zitten sleutelen, dan maak je het dood eigenlijk. Ja, dan sleutel je het dood. Ja, dan gaat het leven eruit. Ja. En dat is, vind ik wel herkenbaar, dan wordt het moeizaam. Dan ga je dingen weghalen en weer terugzetten. En weer, het is eigenlijk altijd moeilijk dat je moet stoppen. En is het schrijven van gedichten voor jou als dichter makkelijker geworden naarmate je ouder wordt, of naarmate de buurt meer tijd tussen ligt. Dus met andere woorden, ben je nu makkelijker dichter? Komen de woorden makkelijker naar je toe? Of de idee voor een gedicht? Of? Ik schreef toen veel meer en veel, maar ook veel meer toe. Dus, en nu schrijf je minder toe? Ik denk eigenlijk dat er wel net zoveel invallen komen, dat ik ze nu al eerder onderschep, zeg maar, als het niks voorstelt. Dus het maakt niet zo heel veel uit. Je wordt natuurlijk wel beter in puur technisch vakmanschap. Het gebeurt me niet meer dat ik een heel slecht gedicht schrijf en dat ik helemaal afmaak. Dat gebeurt me niet meer. Want er altijd nog wel iets van maken. De techniek van het schrijven van gedichten is voor jou heel belangrijk? De techniek, de vakmanschap? Nee, maar zoiets moet het zijn. Mm-hmm. Dat merk ik gewoon. Ik meen nu als ik dit zie, dat ik in één keer zie. Dus ik neem aan, zou je moeten proberen. Als je dat weghaalt, is het veel beter. Dat zie ik tegenwoordig vrij snel. Mm. Zulke soort dingen. En dus ook, dat is het aloude kill your darlings. Hè? Daar krijg je steeds minder moeite mee. Ik weet nu dat dat zo is. Ja. Het is wel een goed idee, maar het past hier niet. Dan weg ermee. Ja. Even over het gedicht zelf. Die regel, die trof mij. Want niets is vermoeider dan nieuws. Daar zag ik ook weer een Bijbelse connotatie in. Er is niets nieuws onder de zon. En alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Dat zijn Bijbelregels. Leg ik die er zelf in? Of heb je die ook vaag in je achterhoofd daarbij gehad toen je deze regel neerschreef? Of dat weet ik is dit toeval? Dat weet ik niet meer. Maar dat zou ook. Het kan ook uit verbazing over het woord nieuws zijn gekomen. Dat heb ik wel eens, als je oude kranten leest van 10 jaar geleden of zo, die vaak veel interessanter zijn dan nieuwe op een of andere manier.
Maar dat nieuws, wat betekent dat nou? Als ik het nu mis, dit journaal, is het dan over een uur geen nieuws meer? Of is een ingewikkelde... En dan krijg je tv van jou, maar goed. Ja, het 10 jaar geleden hadden we precies dezelfde journaals natuurlijk. Ja, op Radio 1 hebben ze nu elk half uur nieuws. Ja, dat is zelf geen van zijn programma's te luisteren. Ja. Dat is verschrikkelijk. Elk half uur nieuws. Dat is toch erg? We gaan naar zo'n troosten, want dat verandert me heel erg. Ja, dat verandert eigenlijk niks. We gaan naar een nieuw gedicht. Nieuw gedicht. Oud geluk. Oud geluk, niet te koop in oude kamers. Is dat niet mooi? We wisten al dat de zin van de ervaring de herinnering is en dat daarbij desnoods de ervaring achterwege gelaten mag worden. Maar zo helder zagen we het zelden. Je sloot de deur, keek me aan met ogen van fluweel, glanzend glad van ouderdom. En achter de deur stierf men erop los. Als beesten, als gekken, als lemmingen, als gestrande potvissen. Alsof het niets is, alsof wij de deur niet al veel eerder hadden gesloten. Hier komt ook de titel van je tweede bundel vandaan. Hè? Zo helder zagen we het zelf. Ja. Is dat een mooie regel? Is die nu nog steeds goedgekeurd? Ik vind dit wel goed, hoor. Ik vind het veel beter dan de eerste bundel al meteen. Het is ook een regel van kouder aan, hè? Het lijkt het op. Ja, het lijkt wel van kouder aan. Ja. Men ziet het riet wit voor de verte staan. Ja. Ja, ruimte niet aardig. Ik ken het wel, ja. Want die regel, maar zo helder zijn van hetzelfde, heeft betrekking op het voorgaande, op de gedachte die daar komt. We wisten al dat de zin van de ervaring de herinnering is en dat daarbij desnoods de ervaring achterwege gelaten mag worden. Maar zo helder zijn van hetzelfde. Die helderheid is die gedachte die eraan vooraf gaat? Dus de... Ja, is een soort plotseling inzicht. Dus niet de ervaring ertoe doet, maar het terugdenken eraan. Het is niets waard als je er niet aan terug kan denken. Daarom moet je ook niet al te veel drinken, bijvoorbeeld. Ja, dat zeg je. Daar moet je niet al te veel drinken. Als je de volgende dag niet meer weet wat je gedaan hebt, is die avond helemaal waardeloos, vind ik. Ja. Er gebeurde al allerlei vreselijks, hè? Je sloot de deur, keek me aan met ogen van verveeld glans of glas van ouderdom. En achter de deur stierf men er nog los. Als beesten, als gek, als lemmingen. Alsof het niets is. Ja, dat vind ik wel ironisch. Waar gaat het gedicht over? Over oud geluk? Ja, in oude kamers. Dit gaat wel over twee mensen, over een geliefde, een stel. Ja. 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 Dat is in feite wel een beetje wat een huis is. Je doet de deur open en de rest van de wereld sterft men ook los. Ja. Zo is dat nu eenmaal. En door de deur dicht te doen, vergeet je dat, denk je daar niet aan. En binnen het huis, dat is ook goed, want anders dan binnen het huis is het veilig. Ja, in ieder geval even niet gestorven. Of Gaza plat gebombardeerd. Gebeurt ook buiten. Ja, dat gebeurt, ja. En waar zou het binnen? Ja. Ik vind het wel grappig dat tussen haakjes niet te koop. Is dat puur knipoog? Ja, dan kun je van alles spelen. Nou kijk, het is allemaal achteraf en dit springen voor mij ook. Mm-hmm. Ik heb het dan zo vaak ook zitten interpreteren. Ja, het is gewoon invallen waar ik denk van dat is goed en dan laat ik het staan. Ja. Ik denk niet verder na ook tot ik ze publiceer heb, dan lees ik het zelf terug, dan ga ik ook op die manier zitten lezen. Maar ik denk dat je dat niet moet doen terwijl je nog aan het schrijven bent. Wil je dat uitleggen? Als ik een gedicht schrijf, dan ga ik dat op een gegeven moment zitten beoordelen of het goed genoeg is. Dat ik wel en niet deugd. En dan meen ik dat ik ophoud met bij de gedachte, het is een goed gedicht en er zit nog wel iets meer in. En dan stop ik. Ik ga niet uitzoeken wat dat dan is. Want dan sleutel je het dood. Of dan ben je bang dat je het dood sleutelt.
Zoiets, daar ga ik er misschien nog wat aan zitten doen. Ja. Dan moet ik eigenlijk, dus het even weg en dan later... Dus het gedicht moet een eigen leven leiden. Het moet buiten jou bestaan. Nou, er moet meer. Er moet natuurlijk... Ik zou heel oud geluk niet te koop, dan kan ik er alles mee. Daar kan je over nadenken. Ja. En ik wil niet... Als ik elke connotatie daarvan al vast zou hebben liggen... dan eerst was het gevaar dat ik ze allemaal uitgewerkt in de rest van het gedicht. Waardoor het heel doods wordt. Je probeert erbij, kan en moet ik het dan ook gewoon, als ik dat precies weet wat ik daar wil zeggen, en het is heel ingewikkeld, moet ik het ook gewoon zeggen. Het allemaal uitzeggen. Uitschrijven. Je gaat je eigen gedicht niet eerst helemaal analyseren. Ja, je moet niet expres geheimzinnig doen. Dat is eigenlijk, ik bedoel dit, maar ik zeg het lekker niet, dat mag je zelf gaan puzzelen. Ja. Daar hou ik helemaal niet van. Ja. Maar toch redelijk vaak bij dichters hoor je toch schrappen en schrijven, maar dat... Ja, je moet wel schrappen. Maar ik wil liever zelf niet helemaal weten wat oud geluk niet te koop, wat je daar allemaal mee kan. Ja. Ik wil alleen weten dat je er veel mee kan. Ja. Waarbij het ook op het eerste gezicht wel iets moet betekenen natuurlijk, want anders dan wordt het weer vaag. Het ligt allemaal vrij subtiel. Nee. Ja, nou, ik durf het bijna niet te vragen, maar ik viel ook over het woord desnoods in de tweede strofe. Of ik viel er niet over, maar dat woord trof mij. Ook omdat dat misschien ironisch bedoeld is. Is dat ironisch bedoeld? De toon van die zin is ironisch. Ja. Je zegt nu toch iets heel stelligs en bedweterigs bijna. Ja, die zou bijna altijd een beetje noemen. Een beetje ironisch bij glimlach als je zoiets beweert natuurlijk. Ja. Ik denk dat je het wel best kunt menen. Want ik zeg het ook niet in beeld, ik zeg het weer gewoon zakelijk in wat weinig poëtische woorden eigenlijk. Ja, zakelijk. En dan moet ik dan wel zelf aan lachen. Ja. 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 Een nuchter gedicht. Ja, maar net iets te plichtig. Ja, soms kun je zeggen dat je woorden gebruikt die desnoods is al misschien een woord dat, desnoods kan wel. Als dat beeld erachteraan komt met al die beesten en dingen, dan kan het ook niet. Dan is dat gedicht als geheel te plechtig en te saai eigenlijk. Ja, te plechtstatig en saai. Ja. 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 Dus er moet daarna wel wat gebeuren. Ja, het rijtje met beesten dat je in de laatste strofe opzond, valt me op dat ineens die gekken ertussen zitten. Als beesten, als gekken, als lemmingen, als gestrande potvissen. Mensen stierf als gekken. Kun je het zeggen met z'n stierf? Ja, dat kan ik zeggen. Een paar vlugen, dat is uiterlijk dat het wel een beetje overdreven is, omdat we sterven overal. En ook om er niet gewoon een rijtje dieren, dat is ook saai. Ja. Je moet daar iets mee doen. Ja. Maar dat moet je wel doen zonder geforceerd iets geks of iets anders te doen. Dus dat is, dat valt me dan in en dat denk ik dat past. Ja. Is dat ook weer niet. Het betekent wat, het breekt de lijst beesten, het is qua klank goed en ritme, dus dan... Ja, dus dan is er een overdrijving in, hè? Als beesten, als gekken. Ja, dat kan wel zeggen. Ja. Zullen we gaan poseren, Robert? Als daar behoefte aan is. Het is 4:10, we zijn nu 50 minuten bezig ongeveer. Zullen we even poseren? Een kwartiertje? Goed, een kwartiertje. Even naar boven, dan gaan we daarna snel door. Ja. Thank you.